Ik sta hier met de aanstichters van Strict. En die hebben hier in een moeilijke tijd een mooi evenement neergezet. Prachtige plek. Veel partijen. Hans, hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Ja, Vincent, het is het derde jaar dat we dat nu doen. En het is in de afgelopen jaren zo gegroeid dat we hier naartoe zijn gemoeten bijna, omdat we zoveel bezoekers hebben en zoveel participanten die meedoen. Vreselijk, wat een leed. Ja. Hey, jij doet ook aan expense management? Ja, dat is een onderdeel van Strict. Dat heet Stroom en wij doen expense management. En dat is met name bedoeld om een klant te helpen grip te krijgen op zijn assets en kosten te kunnen beheersen. Ja, maar telecommunicatiekosten, dat kost toch allemaal geen drol meer? Dat heeft toch helemaal geen zin meer? Vincent, het maakt niet uit of je nu telecom instopt of je leaseauto of je brandstofkosten. Wij beheersen het en daardoor krijg je grip op je factuurstroom en op je kosten. Jan Heijn, je bent algemeen directeur van Strict. Waarom zijn jullie dit begonnen als adviesclub? Nou, dit event bedoel je. Nou, wij zijn dit begonnen omdat we graag kennis willen delen met onze klanten. We willen graag informeren over de nieuwste ontwikkelingen. We willen graag bedrijven daarbij betrekken, participanten die hun ook hun verhaal kunnen vertellen. Onze mensen willen graag netwerken, dus het moet ook leuk zijn. Dus mensen moeten ook kunnen blijven hangen op een borrel, zodat ze goed kunnen netwerken en ervaren. Dat is goed gelukt. Wat dat betreft. En René, in de healthcare, gebeurt er nog iets op telecommunicatiegebied? Wat zijn de belangrijkste trends? Het gebeurt juist in de healthcare, ja. En wij zijn er trots op dat we daarin kunnen ondersteunen. Maar met name door de ICT, door de slimme inzet van ICT-middelen, kunnen ze daar productie- en efficiëntieverhoging. We kunnen lekker gaan bezuinigen. Nou, ik denk niet bezuinigen, maar de mensen slimmer inzetten. En met behulp van ICT. Nou, tot zover de aanstichters van Strict. We gaan terug naar de camera.